Welkom bij Reilen en Zeilen met Eli. Het is alweer mei en er wordt inmiddels weer stevig gezeild. Natuurlijk zijn er altijd nog een aantal mensen bezig met hun schip. Links en rechts moet er nog wat antifouling op. En anderen die zijn nog bezig met wat grotere projecten. De Tante Nel, een ontwerp van Martin Beekenbrede. Vreselijk leuk. En we varen langs de Toren van Rijt zo het IJsselmeer op. En krijgen een aardige indruk over dit leuke, kleine, droogvallende scheepje. Ja. Ha Gijs, wij varen op de Tante Nel. Wie heeft het bootje ontworpen? Het is het ontwerp van Martin Beekenbrede. En wat is het eigenlijk voor een bootje? Het is een klein zeilbootje met weinig diepgang, klassiek gelijnd. Van 5,75 meter. Familie van de Noordkaap? Ja, absoluut. Dus droogvallen, traileren? Droogvallen, traileren, leuk zeilen. Als je nou ziet ook, drie zeiltjes staan erop. Veel mogelijkheden, ook in ondiep water. Mooi. Daarnaast een verslag. Op het laatste moment mocht ik invallen als stuurman aan boord van de Cerdon. En wij voeren mee met de van Uden Reko. Het is 22 april, 20 voor 7. En we rijden naar Stellendam. We gaan meedoen met een zeilwedstrijd vandaag. Op de Geveling. Nee, niet op Geveling, op het Haringvliet. Nee, ik ben nog niet wakker, hè? Het is echt heerlijk. De vogels fluiten. Stellendam is nog in relatieve rust. En we zijn op zoek naar J25. Daar ligt de Cerdon. Ik heb hier twee briefjes voor de double-handed. Staat op eerste race, tweede race. Okay. Ook in die volgorde te varen. Doe jij maar anders. En het is echt fantastisch. Het is briljant weer. Er steekt een mooi briesje op. Ik schat in zo 15 knopen. En iedereen die maakt zich klaar voor de komende race van vandaag. Ja, het is briljant weer. Heb je alles zodanig aan elkaar gekoppeld dat we niet hoeven te sturen? Nee, dat nog niet. Dat mogen we ook zelf doen. Mogen we nog en zelf doen. Het trimmen ook. Trimmen ook. We varen richting de start. De stuurautomaat staat erop en met deze afstandsbediening kunnen we gewoon aan boord werken en sturen tegelijk. Dat is natuurlijk super comfortabel. Het is goed op orde hier aan boord. Nog een paar minuten tot de start. We lopen nu rustig richting het startveld. Eigenlijk pal voor het lapje. En achter ons zie je Double Edge. Corby Design, mooi schip. En die zit in ons veld. Dus die zullen we nog wel even zien vandaag. Tonno, tevreden over de start? Dat had ietsje beter gekund, maar we doen het helemaal niet slecht. We krijgen aardig wat windshifts voor onze kiezen. En Jenna kan eraf. En we kunnen nu voor de spie gaan. Daar ligt het finishschip. Als we achterlangs zijn, zijn we gefinished. Nee, dankjewel hè. 10 minuten en dan tweede start. Nou, het laatste stukje hebben we aardig ingelopen, dus ik ben benieuwd. Laatste rak, speed erop. Het is hoog zomer. Mooier kan gewoon niet. Het wordt op het laatste moment nog spannend, want vlak voor de finish stormen we op een klein jachtje af. Als ik een paar graantjes bijstuur, dan tikken we net achter ze langs. Ja, toeteren maar! Toeteren ze? Ik hoor hem niet, maar ze hebben getoeterd. Oké, super, ze hebben getoeterd. Het finish zit erop. Het finish biertje is er ook al ingegaan. Volgens goed gebruik aan boord van de Cerdon. Ja jongens, zeilen. Het is wel een van de leukste spelletjes die er is. Nou, met die prijsuitreiking gaan we wel lol hebben, want het is ongelooflijk. Ik stap één keer aan boord met Tonno. En we varen gewoon in één keer één. Ja, wie had dat gedacht vanmorgen toen we wegreden in Culemborg? Gouden plak, dank aan Tonno en zijn onvermoeibare zeilwissels.
En natuurlijk een klapje mazzel, want het was een best wel lastige pot. Een hele leuke pot.